onderwijssysteem en onderwijsbenaderingen, vooral tegenwoordig, die zeggen van als reactie op al die starheid moeten we naar een situatie waarin we het kind volledige vrijheid geven, creativiteit bevorderen, alle talenten laten ontwikkelen. Voor mij is dat eenzelfde eenzijdigheid eigenlijk als onderwijs dat alleen op de kwalificatie stuurt. En één manier om dat te zeggen is, creativiteit betekent dingen maken, dingen in het leven roepen. Maar niet alles wat we maken of in het leven roepen is daarmee automatisch goed. Het is niet automatisch goed voor onszelf en niet automatisch goed voor de wereld. Als je een heel extreem voorbeeld neemt, en ik weet dat het extreem is, als je kijkt naar de creativiteit die er in het ontwerpen van de concentratiekampen is gegaan, dan kun je zeggen, daar is iets gemaakt wat nog niet bestond. En wat in zekere zin heel creatief is. Maar het is natuurlijk een compleet verwerpelijk product van creativiteit. Dus als we alleen maar zeggen van, we willen creativiteit, dan missen we iets. Want waar we naar op zoek zijn in het onderwijs is de goede creativiteit. Dat is natuurlijk een lastige vraag, want dat is een oordeel wat we daar moeten vellen. Maar de goede creativiteit is uiteindelijk de creativiteit die het kind helpt in de wereld te zijn. Die het kind helpt om met anderen in de wereld te zijn. Op zo'n manier dat de planeet daarin niet vernietigd wordt. Wat je uiteindelijk in het onderwijs beoogt, is dat die vraag ook een vraag van het kind zelf wordt. Dat dat een vraag is die het kind met zich mee wil dragen. Als je die vraag met je meedraagt in je leven, is wat ik wens, is wat ik wil maken, is wat ik wil doen, is dat goed, is dat wenselijk, dan heb je al een eerste stap gezet.